Ik denk dat de bouwagenda zo belangrijk is, omdat eigenlijk, als je het samen wil vatten, leven we met heel veel mensen en steeds meer mensen die willen meer welvaart op een planeet die het eigenlijk op deze manier niet meer aan kan. Dus we moeten, denk ik, goed nadenken hoe gaan we de gebouwde omgeving in de toekomst vormgeven. En daar gaat het in hoofdzaak over. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we een manier van werken weten te vinden waarbij de versnippering wordt opgeheven. Dus dat we de potentieel wat in die sector zit beter weten te benutten. Dus door kennis sneller en beter bij elkaar te doen. Digitalisering speelt daar een hele belangrijke rol in. Dat stelt ons eigenlijk in staat om de kennis en kunde die we hebben om die beter te benutten. Op een andere manier een uitvraag te organiseren, zodat de gebouwde omgeving in de toekomst duurzamer wordt, leefbaarder. Meer de eindgebruiker centraal en een betere sector oplevert, ook qua verdienmodel, aantrekkelijker is voor jonge mensen, minder afval, minder CO2, daar zijn we allemaal mee bezig. Ik denk dat de bouw absoluut in staat is om die stap te maken, maar dat gaat niet zomaar. Vandaar dat we een taskforce nodig hebben, een bouwcoalitie. En ook straks een regering die het allemaal mogelijk maakt om die transitie, bijna die revolutie die nodig is, om die mogelijk te maken. Want op dezelfde manier doorgaan is, denk ik, op de lange termijn geen goede optie. Het nieuwe kabinet moet eigenlijk mogelijkheden scheppen om te kunnen experimenteren. En zou ook ruimte moeten bieden, zodat er schaalmogelijkheden zijn. De sector wil heel graag investeren in innovatie. Maar dat helpt natuurlijk wel als je die investering kunt terugverdienen als je schaalmogelijkheden hebt. En omdat we al vaak in stuks denken en objectniveau, is dat nogal lastig. Dus dat is een hele belangrijke voorbouw wat bijvoorbeeld ook de nieuwe kabinet kan doen. Ook wetgeving aanpast, zodat innovatie makkelijker kan en experimenten makkelijker uitgevoerd kunnen worden.